Oké, goedemiddag allemaal. Tot u spreekt Rob Heijman, coördinator van het Kenniscentrum Data en Maatschappij. Welkom allemaal op onze tweede datadate. De tweede datadate, maar op veel vlakken de eerste. Het is onze eerste online datadate. De eerste keer dat we dit platform gebruiken. Dus ik hoop dat jullie mee geduld hebben om onze kinderstappen daar te nemen. Het is ook de eerste keer dat ik een panel zal modereren vanuit mijn slaapkamer. Ik hoop, als die goed zijn, dat we er nog veel kunnen doen op deze manier. Los daarvan, misschien direct aan de inhoud beginnen. Wat gaan wij vandaag bespreken? Wel, wij willen vandaag dieper ingaan op AI in recruitment. Dus eigenlijk gaan kijken naar hoe dat we in recrutering AI kunnen inzetten. Op een manier die dat voor de maatschappij nuttig en voordelig is. En waar we zeker op moeten letten, zodat daar geen negatieve effecten uit voortkomen. Ik heb daarvoor twee experten ter zake uitgenodigd die beiden een presentatie gaan geven van maximaal een kwartiertje. De eerste presentator is Guido van Humbeek, directeur architectuur en innovatie voor de dienst informatie en technologie van de VDAB zelf. Daarna volgt Nele Roekens van Unia. Zij werkt bij de dienst individuele ondersteuning bij Unia, alwaar zij eigenlijk het aanspreekpunt is voor dossiers die gaan over discriminatie in de arbeidsmarkt. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen volgen. Nog een paar dingen om mee te geven. We hebben een aantal mensen organisator gemaakt. Zij kunnen ten allen tijde microfoons aan en uitzetten. Als iemand presenteert, is dat uiteraard de bedoeling dat we naar de presentator luisteren. Jullie kunnen vragen in de chat plaatsen. En wij hebben jullie normaal allemaal gemute. Dus als je zelf je geluid terug aanzet, kan je altijd onderbreken. Wij vragen uiteraard om dat zo weinig mogelijk te doen en de chat te gebruiken. En dan geef ik nu met veel dankbaarheid en blijheid dat hij erbij kan zijn, het woord aan Guido van Humbeek. En ook de presentatie natuurlijk. Dus het kan zijn dat we daar nog even moeten switchen. Ik denk dat iedereen ondertussen mijn scherm ziet. Hallo? Ja, dat klopt. Ja, oké, omdat het zo stil was. Wel, goedemiddag allemaal. Ik had normaal voorzien een half uur. Mijn presentatie was eigenlijk 3 kwartier lang. Ik ga dat nu proberen in 1 kwartier te doen. Dus het zal misschien wat snel gaan, maar ik ga toch proberen met een aantal highlights erbij te zetten. Dit is AI at CDAB. Maar je ziet, de rode draad is wel degelijk trust, transparency en benefit. AI, ik wil even zeggen, ik zie dat in een heel brede betekenis. Hè. Dat is niet alleen al dat gedoe rond machine learning, supervised, unsupervised. Het gaat dan wel degelijk over alle verschillende vormen van AI. Misschien even zeggen waaruit mijn team bestaat. Ik heb een team van iets van een 15-tal mensen, ja, 15, 16 mensen. En een heel goede infrastructuur, maar daar kom ik straks nog op terug. Omdat mensen, infrastructuur en data zijn eigenlijk de basisingrediënten van AI. Hebben vandaag al een aantal dingen die in productie zijn. Competentiezoeker, het zoeken van competenties op basis van vrije tekst. Afstand op de arbeidsmarkt zal ik eventjes toelichten. Jobnet, matching tussen vacatures en cv's op basis van deep learning. Jobbereik is iets wat we aan bezig zijn, waarbij we een burger gaan kunnen zeggen van kijk, met wat jij allemaal gedaan hebt en met jouw cv, zijn dit de competenties, zijn dit de beroepen. Die jij zou kunnen doen. Zeker belangrijk in termen van heroriëntering van mensen. En zo zijn er nog een aantal andere. Ik ga er niet dieper op in, maar je ziet dat wij toch wel een aantal dingen aan het doen zijn met verschillende soorten van technologieën. Ik ga toch wel één ding zeggen over de afstand tot de arbeidsmarkt, want daar komt het eigenlijk op neer. Dat we proberen om, als je kijkt naar de mensen, naar de werkloze werkzoekenden, sommige mensen hebben hulp nodig, anderen niet. Sommigen hebben meer nodig dan de anderen. En de vraag was van, kan je een predictief systeem maken dat min of meer aanduidt wie echt onze hulp nodig heeft? Ja, want vandaag, als je door de band was, iemand is 55 plus, we zullen die maar opbellen. Ja, of iemand is laag geschoold, we zullen die maar opbellen. Nogal een beetje op klasse getrokken, maar het kwam het eigenlijk op neer. Met dit systeem dat we nu al een paar maanden in productie hebben, bepalen we eigenlijk van wie is echt onze hulp nodig en wat blijkt. Dat dankzij het systeem zie je dat er wel degelijk laaggeschoolden zijn, die dus helemaal, zie je rechtsboven hier, helemaal geen hulp nodig hebben en die het goed doen.
Je hebt hogeschool, je hebt toch een hogeschool die best wel hulp kunnen gebruiken. Er zijn 55-plussers die best hun plan kunnen trekken. Nu, dit wordt wel elke avond herberekend. Dus het is niet zo dat je, eens dat je groen bent, dat je groen blijft. Met andere woorden, met dit predictief model zorgen we ervoor dat onze dienstverlening zo optimaal mogelijk verloopt. Dus ik denk dat dat een goede ding is om te zeggen dat waar AI toegevoegde waarde kan hebben. Dit is eventjes onze roadmap waar we overal mee bezig zijn, maar je ziet dat het toch wel, we zijn bezig met dingen rond optimalisatie van de dienstverlening. We zijn bezig rond service voor burgers, werkgevers. Dat is nog een experimentatiemodel, daar gaan we straks nog op terugkomen. En ook wat overkoepelende dingen. En tussendoor krijgen we nog aanvragen van, kunt je dat of dat of dat een keer doen? En dan is het vooral op het vlak van segmentatie. Eigenlijk gaat het hierover. Ja? Ik denk dat als je met AI begint, dat je toch wel goed moet nadenken van, waar ben ik mee bezig? Iedereen kent het verhaal van Amazon. Hè? Tot vervelens toe hebben we dat verhaal gehoord van een slecht AI-systeem dat alleen maar witte mannen ging aanwerven. Mijn bemerking daarbij is, dat systeem is totaal witteloos, maar gigantisch waardevol. Want wat heeft dat systeem aangetoond? Dat eigenlijk de Amazon aan zich, de HR-afdeling, aan het discrimineren was. Ja, waar eigenlijk wat blijkt is, dat de bias en het niet-ethische zit vaak in de data. En dat brengt mij eigenlijk tot een belangrijk concept van, waar zit bias? Waar ontstaat bias? Ja, ik zie een viertal mogelijkheden. Eerst en vooral bij de mensen die bedenken van, wat gaan we maken? Ja, welke oplossing gaan we uitwerken? Ik pleit ervoor om een zo multidisciplinair mogelijk team te hebben als je zegt van, we hebben een bepaald probleem, hoe gaan we dat oplossen? Ja, en dan laat je dan niet zeggen van, we gaan hier een paar drie witte mannen samenzetten en dat iemand een keer bedenken, zorg dus voor een inclusief team. Uiteraard zit er bias in de markt. Ja, om je een voorbeeld te geven wat we tegenkomen, dat is dat het blijkt wel delen dat vrouwen meer geneigd zijn om interim jobs te zoeken. Ja, en daar meer interesse voor hebben. Wat blijkt nu? Het systeem leert effectief dat vrouwen, het systeem zal daardoor ook dames of schone gender niet meenemen, dat is nog wel interessanter. We nemen gender niet mee en toch gaat het systeem aan vrouwen toch wel iets meer interim jobs aanbieden dan aan mannen. Dat betekent dus, en dat komt straks denk ik ook nog terug in de presentatie van mijn collega, dat bias zit niet noodzakelijk in één variabele, maar kan dus ook afgeleid worden uit andere dingen. Wat betekent dat? Dat betekent, dan is de vraag van, wat ga ik daarmee doen? Ja, ga ik dat corrigeren of laat ik de markt gewoon spelen? De keer dat je begint met eigenlijk modellen te bouwen, moet je je goed afvragen van welke variabelen gaan we gebruiken en zeker in experimentmode, en ik kom daar straks nog op terug. In experimentmode is belangrijk dat je zo wat testen doet van welke variabelen neem ik mee, welke neem ik niet mee, wat is de impact op mijn model. Natuurlijk blijft het altijd belangrijk dat je je data zelf eerst goed gaat onderzoeken van, is die data wel representatief voor de markt, coveren we alles? Zijn er geen gaten in die data? Dus eigenlijk, onze ervaring is dat, en ik overdrijf niet, maar 80% tot nu toe wat we doen is data preparation. Dat lijkt veel en dat zal naar 50% moeten zakken, een keer dat we onze databronnen beter onder controle hebben, maar 50% van het werk zal data preparation zijn. Wil je vermijden dat er anomalieën in je model sluipen, in je AI-oplossingen, die eigenlijk in je data zitten? En natuurlijk, als je het model hebt, is het ook heel belangrijk dat je die outcomes van het model gaat checken. Ja? Het model zou wel eens bepaalde bias kunnen versterken. Dus dat moet ook opgetest worden. Dat zijn dus dingen, denk ik, waar je bewust moet van zijn als je met AI bezig bent. Binnen VDAB hebben we het AI for Good project. En mijn collega Vincent van Buckenhout, DPO, maar ook nog, alleen dat is nog niet echt officieel, maar hij zou wel digital ethicist worden. Ja? Dat is een onafhankelijke persoon die dus mee zal moeten toezien, samen met het Ethical Board, of we ethisch bezig zijn. En ethisch niet alleen wat we gaan doen, is dat ethisch. Ja, het moet vertrouwen uitstralen, we moeten transparant zijn. En het has to be to the benefit of the society. Ja, dus dat zijn principes volgens welke wij ons gaan, of wij georganiseerd zijn. Ja,
En het is zoals met alles. Alles kan ten goede en ten kwade gebruikt worden. Vandaag bestaan er wapensystemen die zelf beslissen wie ze neerknallen of niet. Dat is ook AI. Maar goed, daar doen wij niet aan mee. Toch wil zeggen dat we ons ook laten inspireren en dat we niet alles zelf uitvinden, in tegendeel. Ik raad iedereen aan om een keer te kijken naar die Ethics Guidelines for Trustworthy AI. Een document dat bijna finaal zal zijn, denk ik. Dat van de Europese Commissie uitgaat en waar toch wel een aantal zeer interessante dingen in staan. En dan komt het erop neer van hoe ga je dat in je eigen organisatie gaan implementeren. Dit vind ik ook nog wel een goede als je over ethics bezig bent. Van, gaan we mensen gelijk behandelen of gaan we ze fair behandelen? Gelijk behandelen betekent inderdaad dat je je doel bereikt. Dus ook fairness, ja, is iets wat je moet meenemen in gans je denken. Als je gaat kijken, hoe zijn wij georganiseerd? Mijn team werkt eigenlijk als het ware in drie fasen. Ik maar experiment. Ja? Bij experimenten is een vrij grote vrijheid, maar moet er een behoorlijke awareness zijn van bias. Ja? Wat zijn de gevaren die in onze data zitten? Of zouden kunnen zitten en houden er al rekening mee? Haal ze desnoods naar boven. Ja? De keer dat we zeggen van, kijk, dit is iets wat we als tot een product zouden kunnen maken, dan krijgen we een ander verhaal. Dan gaan we echt expliciet gaan checken op bias in data. Terwijl het model ontwikkeld wordt, gaan we dus ook checken op regelmatige basis wat het effect is van die verschillende, verschillende testruns en zien of er geen bias in het model zit. Natuurlijk niet dat het draait. We mogen niet vergeten dat modellen worden hertraind. Ja, dus in de exploitfase blijft dus die aandacht van de data die we erin stoppen en waarmee we hertrainen, maar ook de data waarmee we het gaan bevragen. Zitten daar geen dingen in die de zaak zouden kunnen verknoeien? Ik heb al gezegd dat we in drie fasen werken en dit zijn zo wat de dingen die we doen, ja, waar we aandacht aan besteden, elke fase. Experiment, ja, jongens, zie eens wat we zouden kunnen doen. Ja, define the sensitive variables. Ja, we gaan toch een keer een aantal checks doen, qualitative assessment. Hier hebben ze een vrij grote vrijheid. Ja. De keer dat we zeggen, het wordt een product, of willen we het gaan productizen, willen we er echt iets van gaan maken, dan komt het in explore-fase terecht. En dan gaan we echt gaan zeggen van, kijk, we gaan ook kwantitatieve assessments doen, met andere woorden, we gaan expliciete testen doen, vergelijkende testen doen, op resultaten en data. De keer dat je dan in de explore-fase zit, dan is het echt in productie, ja, dan wordt het nog blijft het belangrijk om, telkens je hertraint, ook terug die kwantitatieve assessment te doen en vandaar dat we nu ook bezig zijn om wat we noemen ons model risk management te gaan industrialiseren, met andere woorden. Er zijn tests die je opzet voor je model. Ja, je kan die manueel runnen, maar je zou ook dat ook kunnen gaan automatiseren. Wat ook belangrijk is, dat je een ethical board hebt. Ja? Een ethical board zal beslissen van, is dit idee, is dat ethisch? Of hoe gaan we dat ethisch aanpakken? Wat mag niet? Ja, we zitten bijvoorbeeld met een vraag vandaag van bij het bepalen van de kans op werk. Ja, er zijn bepaalde data die vrij ter beschikking zijn. En een van de data is het gemiddeld inkomen per wijk. Ja, is dat ethisch verantwoord om dat mee te nemen in je kans op werk of niet? Ja, dat zijn vragen die mijn AI-team niet moet beantwoorden, maar de ethical board moet beantwoorden. Ja, en daar zit dus Cindy de Waalen, die is directeur van de labor market. Dan zit Sen, directeur strategie, ik zit daarin. Een externe persoon van de Universiteit van Leuven. En dan de DPO natuurlijk. En die rapporteren dan aan de CEO en aan het kernteam. En zo, dus niet alleen vragen van, gaan we dit doen of niet doen? Of waarom zouden we dit niet doen? Maar ook van, als er dan dingen naar boven komen. Van, ja, met deze resultaten zijn misschien wel correct, maar wat doen we ermee? Gaan we corrigeren, optreden of niet? Eigenlijk, ik denk dat het belangrijk is om transparantie te hebben naar alle partijen. Ik denk dat je een eenvoudig governance model nodig hebt. Het mag niet in de weg staan van continu innoveren, dus experimenteren blijft belangrijk. Je moet alleen zien dat er geen slechte dingen uit het labo ontsnappen. Ja, vandaar die ethical board. Je moet toch wel een visie hebben op open data en zeker op de kwaliteit van open data, neutraliteit garanderen. Ja, men heeft het vaak over explainable AI, maar het zal vooral nagaan van, kijk,
wat is de impact van bepaalde variabelen op bepaalde outcomes. Ethic by design, belangrijk, en communicatie moeten we ook wel moeten de nodige aandacht zowel intern als extern aan besteed worden. Deze slide dateert van vorig weekend. Ik heb me zitten afvragen van, wat zou ik de mensen nu aanraden als ze met AI willen beginnen? En ik zie eigenlijk drie fases. Fase 1, dat is dat je zegt van, kijk, ik ga beginnen experimenteren. Maar je gaat niet zomaar in het wilde weg experimenteren, je hebt een purpose nodig. Ik wil een bepaald probleem oplossen. Ja? Niet een oplossing uitwerken, ik zoek een probleem. Wat als we dit zouden kunnen oplossen? Wat je vervolgens nodig hebt, is van, ja, welke data? Ja, je hebt een purpose nodig, je hebt data nodig, je hebt mensen nodig en je hebt computing power nodig. Dat kan ik u wel zeggen. Het werken met dat soort van technologieën en hoeveelheden data vraagt toch wel behoorlijk wat computing power. En natuurlijk, de cloud geeft heel wat mogelijkheden, maar alles hangt ervan af wat je op je data al in de cloud mag zetten. Maar dat is toch wel belangrijk. Begin maar met data, people en computing power en purpose. Niet zomaar, dit zijn data, doe er niet iets mee. Ja, dat is zinloos. De vraag is van, wat is een uitdaging? Welke data zijn zinvol, zijn zinvol in het kader van die uitdaging? En wat zou je daarmee kunnen doen? In een fase 2 ga je natuurlijk blijven experimenteren. Ga je wel min of meer beginnen met van, kijk, wij gaan nu wel al dingen gaan beginnen bouwen. Maar dat betekent dat we ook op data en AI-interactie moeten gaan werken. Dat is iets wat we nog werk aan hebben bij VDAB. Dat is, mensen horen van, we gaan dat met AI oplossen. Nee, ik denk dat we ook moeten beginnen werken aan, wat betekenen data, wat kunt u daarmee doen, wat kan AI en wat kan AI niet. Maar dan breed uitrollen in de organisatie. Ik denk wel dat een keer dat je aan explore begint, dat je echt die ethical, die digital ethics moet aan beginnen, ja. En de business is consulted. Explore voor mij betekent wel altijd dat je zegt van, kijk, die artefacten die we maken, die moeten kunnen geïntegreerd worden in mijn operationele werking. IT-technisch zeg ik dan van, zorg dat het kan aangeroepen worden van waar dan ook. Vandaar API's. Fase 3, ja, dan zit je natuurlijk wel al in een fase waar je verschillende projecten naast elkaar hebt. Dan moet je echt project-oriënted gaan werken. Ik denk dat je echt moet overgaan, daar zijn we nu mee bezig, naar die geïndustrialiseerde model risk management. En ook het, wat ze noemen het MLOps. Ja. Je hebt DevOps, het MLOps, het machine learning operations verhaal, moet dan ook wel meer vorm gaan krijgen. Belangrijk bij dat alles is, ik heb deze slide erin gestoken, ik ga het niet uitleggen, is dat je een goed dataplatform hebt. Ik zei al dat we vandaag 80% van onze tijd spenderen aan het samenbrengen van data. De bedoeling is dat we zijn een dataplatform aan het bouwen. Dat is ook wel degelijk data gaat samenbrengen waar het AI-team dan zal kunnen gaan uitputten. En dan zal je data preparation moeten terugvallen naar 50%. Ik heb deze slide er als laatste ingestoken, omdat gewoon om te zeggen van kijk, AI for good, ethical AI is werkelijk hot. Als je aan AI begint zonder ethical AI, dan ben je fout bezig. Ik hoop dat hiermee mijn kwartier heb gehaald, of dat ik misschien nog een beetje erover ben, maar ik denk dat ik ongeveer wat hier heb gepraat. Dat klopt helemaal. Dankjewel Guido. Ik heb nog nooit iemand die zo goed aan hun tijd weten houden. In een online of offline seminar zelfs. Ik denk dat je nog 40 seconden over had. Dus dat is fantastisch. Oké. Kijk, ik had al een vraag direct voor na uw presentatie. De voornaamste vraag was hier, waarom zouden mensen überhaupt eigenlijk de menselijke taken die dat er nu zijn in recruitment en die dat jullie ook doen, willen gaan automatiseren? Heb je daar een goed antwoord op? Wel, om te beginnen, elk van die systemen die we hebben, nemen geen beslissingen. Ze zijn altijd ter ondersteuning van. Ja? Gelijk als kans op werk, ja, dat helpt onze consulenten om hun werk beter te doen. Ja. Jobmatching, ja, dat is een dienst die we dus geven aan de bevolking, om te zeggen van, tja, wat zou er interessant kunnen zijn voor mij? Dus elk van die dingen die wij bouwen, nemen geen jobs weg, maar ondersteunen jobs of taken. Ja. Natuurlijk, in recruitment kan je altijd wel, ik vind dat wel een gevaar,
ik vind het gevaarlijk, als je moet, zeker bij recruitment, let gigantisch op in je data, want ik heb het al gezegd, het kan gewoon je model helemaal scheef trekken en dus echt foute dingen gaan doen. Maar goed, om je vraag te antwoorden, het neemt geen jobs weg, het ondersteunt de mensen. Mm-hmm. Ja? Ja, dat is een heel duidelijk antwoord van jou, ook om te zeggen, het is niet automatiseerd, het is eigenlijk beslissingsondersteunend. Nee. Hè? Ja, helemaal. Ja. Wat is het onderscheid tussen fairness en equality voor jou? Hoe wordt dat gedefinieerd? Equal betekent dat we iedereen dus hetzelfde advies zouden geven, vertrekken van zijn, ja, van zijn profiel. We zouden ook veel meer kunnen gaan differentiëren in de functie van het profiel. Ja? Dus je kan zeggen van mannen en vrouwen gelijk. Ja? Of 20 jaar en 50 jaar gelijk. We gaan die gelijk behandelen. Nee, de vraag is van welke behandeling, wat wil je eigenlijk aan die mensen kunnen geven, opdat ze aan werk geraken. Ja? Je hebt een bepaalde doelstelling. En wat is de beste aanpak, wat is de meest faire aanpak voor een 55-plusser, en voor een 20 met als doelstelling werk te gaan benaderen. Als ik van, we gaan ze allebei gelijk behandelen, ze krijgen allebei dezelfde training, ze krijgen allebei dezelfde begeleiding. Dat is het verschil tussen equal en fair voor mij. Ja. En wat is voor jullie de prioriteit? Ik denk dat we voor fair, alleen, maar dat is nu persoonlijke, die vraag heeft zich nog niet gesteld, maar ik denk dat we voor fairness moeten gaan. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja, ja. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat... Okay. We hebben nog twee andere vragen gekregen. Sorry, ga maar verder, Guido. Jij wou nog even werken, die gedachte. Nee, ik zie de vragen binnenkomen ook. Hè. Ja, je mag er vrij op antwoorden. Dus in welke mate zijn werkzoekers op de hoogte van deze systemen die we ontwikkelen? Hoe staan zij er tegenover? Wel, ten eerste, wat dat jobnet betreft, ja, dat is iets wat we dus exposen aan, aan de buitenwereld. Daar staat duidelijk dat dat een recommendsysteem is. Ik heb er geen probleem mee, want dat is eigenlijk op basis van AI, omdat het ook niet dwingend is. Ja? Het andere, dat zijn dingen die we intern gebruiken, er zijn al parlementaire vragen over gesteld. Moet je nu gaan zeggen, dat gaan van de daken gaan roepen, dat is een ander ding. Ja? Dat gaat over operationele werking. Maar ik zou er geen probleem mee hebben om dat kenbaar te maken. Ja? We zijn er trouwens al in de pers geweest. Dus als het gaat over transparantie, dan gaan we effectief zeggen, van, ja, kijk, we gebruiken dat op die en die en die manier. Ja, dus er is verschil tussen iedereen te gaan bestoken met kijk eens wat we allemaal doen en op het moment dat het nodig is, we zeggen van kijk, dat is op deze manier dat we dat doen. Gelijk als Orient ook, oké, ja, daar zit een beetje een NLP achter. De vraag is soms ook van wat is, mogen ze het weten? Absoluut, moet je het door de strot duwen? Nee. Ja, dus dat is ook transparantie, hè. En dan komt de ethical board elke samen tussen elke fase. Nee. Ethical board gaat eerst en vooral, als een bepaald experiment naar explore gaat, dan zal ethical board zijn advies moeten geven. Ja, het andere kan dat niet. Experiment ben ik, maar dat is mijn persoonlijke mening. Je moet nog altijd experimenteren. Experimenteren betekent wat meer vrijheid geven. Het is pas als je het virus loslaat in de markt, hè, om een beetje actueel te zijn, dat je moet opletten. Ja? En dan ga je ook nog moeten opletten achteraf van, als je dat wat in de explore-fase in het al testen, als je het effect van dat virus is, ja, dan komen er dan misschien ook nog vragen naar boven. En daar komt de ethical board in tussen. Ja, wat wij vanuit het kenniscentrum heel interessant vonden, Guido, aan jouw presentatie en ook hoe dat jullie het doen, is hoe dat jullie de ethische normen en waarden kunnen kaderen in een pragmatisch proces dat ook nog uitgevoerd kan worden. En dat hadden wij nog niet vaak gezien, hoe dat jullie er inderdaad in slagen van dat in een proces te steken, waarbij dat er gevolgd wordt zonder ethiek te veel als een obstakel te gaan bekijken, dat de hele boel zou gaan vertragen. Klopt, ja. Goed, dan gaan we nu verder naar Nele Roekens, die ook een presentatie heeft klaarstaan vanuit India. Ik had daar al een stuk voorgesteld als degene die het aanspreekpunt is om discriminatie in de arbeidsmarkt te gaan bekijken en te beantwoorden. Dank u wel voor het woord, Rob. Ik ben inderdaad, dat iedereen, ik ben Nele Roekens en ik spreek vandaag namens India.
Unia is de onafhankelijke interfederale openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Ik probeer nu mijn scherm met jullie te delen. Laat maar weten wanneer dit lukt. Ja, het is gelukt. Ik wou ook nog eventjes, sorry dat ik u onderbreek, nee, zeggen dat je dus vragen kan stellen via de chat. Jullie zien rechtsboven normaal het oude MSN-logo, twee mannetjes en dan een cijfer en daarnaast een tekstballon. Wie daarop klikt, kan vragen beginnen stellen in de chat. Nele, ja, Rob, eerst en vooral bedankt voor de organisatie van dit interessant en pertinent debat. En Guido ook voor jullie interessante insteek in hoe jullie artificiële intelligentie gebruiken. Ik wil vandaag graag beginnen met het aantonen van de maatschappelijke, maatschappelijke impact die het gebruik van deze technologie kan hebben. Zoals jullie wellicht weten, is de reputatie van Facebook niet onbesproken als het het gebruik van artificiële intelligentie betreft. En hier zien we een voorbeeld dat in 2019 Facebook geschikt heeft voor $5 miljoen, nadat ze geconfronteerd werden met het blokkeren van vacatures voor bepaalde minderheidsgroepen via artificiële intelligentie. En ik vind dit een belangrijk voorbeeld, maar het aantoont de toegang tot de arbeidsmarkt is toch de allereerste stap tot een evenwaardige deelname aan de samenleving. En die kan dus systematisch ontzegd worden aan bepaalde minderheidsgroepen via deze technologie. Wat hier ook opvalt, is het bewuste karakter van de discriminatie. En het grote probleem, en wat we vandaag gaan bespreken, is eigenlijk dat het gebruik van deze technologie onbewust tot discriminatie kan leiden. En het bestaande ongelijkheden gaat bestendigen en misschien zelf gaat versterken. Dus de maatschappelijke impact is duidelijk, maar wat met het juridische kader? Zijn de juridische consequenties duidelijk? Want bestaande wetgeving is natuurlijk van toepassing op deze technologie, maar voldoet die wel aan de specificiteit en de eigenheden van deze technologie? Wij zijn duidelijk niet de enigen die deze vraag stellen. Zowel de ondernemingswereld als institutionele en academische actoren vragen om meer duidelijkheid en meer regulering. Vandaag gaan we het hebben over recrutering. En zeker in het domein van recrutering wordt er ook om meer regulatie gevraagd, omdat dit, zoals de Europese Commissie in hun white paper stelt, dit is eigenlijk een domein waarbinnen het gebruik van deze technologie altijd zou moeten beschouwd worden als veel risico's met zich meebrengend. Wat ik vandaag ga toelichten is eerder een theoretische kader en de opportuniteiten en uitdagingen die Unia ziet. Want deze technologie is uiteraard een van de meest strategische technologieën van de 21ste eeuw. En deze slimme data en digitalisering zorgt voor mooie en efficiënte systemen en kan de participatiegraad op de arbeidsmarkt verhogen. Ook in het kader van gelijke behandeling en de afbouw van stereotypen biedt deze technologie mogelijkheden. Maar we moeten wel rekening houden met enkele grote uitdagingen die nog voor ons staan. En dat is zowel bij het samenstellen van de dataset als het ontwikkelen van het model, maar ook het heersende gebrek aan transparantie en moeilijkheden rond aansprakelijkheid en de bewijslast. Laten we starten met de opportuniteiten. Een eerste opportuniteit is dat, dat deze technologie kan leiden tot objectievere, consistentere en beter geïnformeerde beslissingen. Het is zo mogelijk om de persoonlijke voorkeur van medewerkers, want laten we eerlijk zijn, mensen hebben ook stereotypen en biasen, zo kunnen we deze vermijden. Wanneer en we echt van een eerlijk algoritme spreken waarbij dat er dat neutraal is en voldoende representatief, kan er ook een verlaging van het foutenpercentage zijn. Er zijn wel tegenstrijdige studies, want de foutenpercentage kan juist ook verhogen en zeker in het geval van een onvoldoende representatieve dataset. Een andere opportuniteit is inclusie bevorderen en zelf de mismatch op de arbeidsmarkt wegwerken, zoals Guido al toelichtte. En een mooi voorbeeld daarvan is Unilever, die via kunstmatige intelligentie de helft van zijn helft vrouwelijke managers heeft. Hierbij moeten we wel oppassen, positieve acties niet altijd toegelaten en hier kunnen wettelijke voorwaarden voor zijn. En tenslotte, een andere belangrijke opportuniteit is via data mining en data matching systematische bias en potentieel discriminatoire processen identificeren en aanpassen. Hierbij moeten we natuurlijk rekening houden met GDPR en de bescherming van persoonsgegevens, waardoor deze enkel op aggregaat niveau gebruikt kunnen worden.
Zo zijn we bij de valkuilen aanbeland. Sommigen onder jullie vragen zich misschien af of het niet gewoon mogelijk is om de beschermde persoonsgegevens en criteria zoals gender, nationaliteit en dergelijke uit een algoritme te houden en zo discriminatie te vermijden. Maar zo gemakkelijk is het helaas niet. Ik heb even een vraag voor jullie. Is deze informatie volgens jullie gevoelig, ongevoelig en waarom? Jullie kunnen een antwoord in de chat schrijven. Ik zie dat Brahim het bestempelt als gevoelig. Er lijkt een consensus te zijn onder de participanten. Inderdaad, Guido had het eigenlijk al toegelicht, maar dit is inderdaad gevoelige informatie. Ik probeer even de slide te veranderen. Inderdaad, nu zit in de rechterkolom wat deze ogenschijnlijk onschuldige kenmerken of informatie kan correleren met lidmaatschap van beschermde groepen, zoals gender, etniciteit, opleidingsniveau en afkomst. Een voorbeeld dat dat mooi illustreert, en dat is inderdaad ook al aangehaald door Guido, maar in dit geval illustreert het zeer mooi wat het probleem is van deze proxydata. Amazon heeft in 2015 een nieuw recruteringstool gebruikt, waarbij dat er een duidelijke benadeling van vrouwen is opgetreden. Die benadeling heeft ertoe geleid dat het instrument nu is stopgezet. En hoe kwam dat? Het algoritme had zichzelf eigenlijk geleerd dat mannen geschiktere kandidaten waren. En ondanks dat gender niet was opgenomen in de variabelen, leidde het er toch toe dat een benadeling van vrouwelijke kandidaten op basis van deze proxy-informatie, zoals het woord women in Women's Chess Club Captain of afgestudeerde van vrouwenscholen, maar evenals woorden die traditioneel gezien als vrouwelijk geassocieerd worden, zoals zorgzaam. Maar dit beantwoordt natuurlijk niet de vraag waarom dat het algoritme dacht dat mannelijke kandidaten geschikter waren. Amazon had dat niet zo ingegeven. Wat hier het probleem was, was dat de dataset die gehanteerd was, de historische data binnen de onderneming was. En op dat moment waren vrouwen zeer erg ondergerepresenteerd binnen Amazon, waardoor het algoritme dacht dat mannen meer geschikt waren voor deze functie. Dus de discriminatie ten opzichte van vrouwen werd niet alleen herhaald en bestendigd, maar leidde ook tot een institutionalisering. De Amazon case onderlijnt dus duidelijk het belang van een voldoende representatieve en neutrale database. Maar ook kan er zich menselijke bias voordoen bij het samenstellen van de database. Dat kan bewust of onbewust zijn, zoals bijvoorbeeld bij Facebook eerder besproken. En tenslotte, ethische richtlijnen komen vaak te laat in het technische proces, waardoor dat die de geselecteerde dataset niet voldoende neutraal of representatief is. Het probleem rond data vormen dus de eerste valkuil. Maar andere valkuilen waarop ik vandaag jullie aandacht wil richten, is problemen bij het model, zoals de black box, problemen rond transparantie en moeilijkheden bij de bewijslast en de aansprakelijkheid. Dus de black box. Deze werd ook al eerder vermeld. Iedereen kent hem misschien wel, maar in kort. Om tot een beslissing te komen, spelen er verschillende variabelen mee. Maar we kennen niet altijd de samenhang tussen de verschillende variabelen. En we weten ook niet welke variabelen de doorslaggevende factor heeft gespeeld in combinatie met welke andere variabelen. Daardoor is het erg moeilijk om te besluiten of een beslissing al dan niet discriminatoire was of op andere grondslagen gesteund was. En dit is problematisch in verschillende oogpunten. De betrokkenen of de benadeelde heeft recht op betekenisvolle informatie, maar als die informatie niet gekend is, niet beschikbaar, dan is dit niet mogelijk. Maar nog moeilijker zijn de problemen die zich stellen omtrent de bewijslast. De antidiscriminatiewetgeving is van toepassing ook op beslissingen via algoritmische besluitvorming. En deze voorziet traditioneel gezien in de omkering van de bewijslast. Wat betekent dat? De benadeelde toont een vermoeden aan van discriminatie, waarop de verweerder moet bewijzen dat er geen sprake is geweest van discriminatie.
hoe is dit mogelijk wanneer we niet weten welke variabelen welke rol hebben gespeeld? Dus daar is momenteel heerst daar heel veel onduidelijkheid rond. En daar pleiten wij voor een duidelijke regulering hoe dit zou moeten gebeuren. Natuurlijk kan het al helpen om transparantie zoveel mogelijk te vergroten en die blackbox te vermijden. Een derde probleem is intersectionaliteit. Voor degenen die nog niet vertrouwd zijn met dit begrip, intersectionaliteit is een soort van meervoudige discriminatie, waarbij de discriminatie zich voordoet door de samenhang van verschillende beschermde criteria bij één persoon. Werken via algoritmes, en zeker als er sprake is van een blackbox, kan intersectionele discriminatie vergroten en niet duidelijk maken wanneer hiervan sprake is. Uiteraard zorgt deze blackbox ook voor een gebrek aan transparantie, die ondoorzichtbaarheid. Maar dat is niet het enige probleem waartegen we stuiten wanneer we transparantie zoeken omtrent deze technologie. Vaak is er ook een weigering van toegang tot informatie. En dit steunt vaak op gelegitimeerde belangen, zoals nationale veiligheidsoverwegingen, concurrentiebelangen of intellectuele eigendomsrechten. Maar we hebben al gezien in verschillende procedures in verschillende landen dat die weigering van toegang tot informatie tot juridische procedures heeft geleid. Hier is geen beoordeling geweest over wat betreft discriminatie, maar dit betrof recht op privéleven, artikel 8 van het EVRM. Maar wat we hieruit kunnen concluderen, is dat er een noodzaak is voor een neutrale auditor die een geheimhoudingsverplichting heeft. Dus hier zou een rol kunnen weggelegd zijn voor de inspectie. En tenslotte zijn we aanbeland bij de aansprakelijkheid. We hebben het al uitgebreid gehad over ethische codes. En zoals Guido ook aantoonde, worden die volop gebruikt. Maar het gebruiken van een ethische code impliceert niet noodzakelijk dat er geen discriminatie is. Maar hoe gaan we evalueren? Wat zijn de standaarden om een algoritme tegenop te wegen om te besluiten of het al dan niet voldoet? Want bijvoorbeeld iedereen weet dat een dataset, en die gaat ermee ook akkoord, dat een dataset voldoende representatief moet zijn. Maar wat is voldoende representatief? Of je model moet voldoende accuraat zijn. Maar wanneer spreekt men van een voldoende accuraat model? Dit is momenteel niet duidelijk. Het eerder toegelichte probleem rond bewijsproblemen. Het is dus volstrekt onduidelijk, zeker bij een blackbox, tegen welke lat een benadeelde gewogen wordt. En dit is moeilijk uit te leggen dan voor de gebruiker van het algoritme. Bij het gebruik van algoritmen zullen er ook verschillende mensen binnen een bepaalde groep benadeeld worden. En zo ontstaat er tenslotte een risico op class actions. Dus in conclusie, er zijn vele opportuniteiten, zeker bij de positieve actie en de data mining en matching, maar we moeten wel blijven oppassen voor discriminatie. Het is goed dat het besef er is en dat alle actoren nadenken over het vermijden van discriminatie. Ik zag het ook uitgebreid in de vorige presentatie dat CDAB een uitgebreid testtraject en systematisch kwalitatief review voorziet. Er zijn ook ethische codes die geïmplementeerd worden van in het begin, wat zeer noodzakelijk is. En tenslotte, human-centric approach, wat betekent menselijk toezicht of een mens die de uiteindelijke finale beslissing neemt bij beslissingen via algoritmes. Hierbij is het ook belangrijk dat er een beroepsmogelijkheid is en transparantie. Dat was een vraag die eerder gesteld werd. En dus de Unie is van mening dat het object van de artificiële intelligentie geïnformeerd moet worden over het feit dat er artificiële intelligentie gebruikt wordt en beroeps- of reactiemogelijkheden moet hebben. En tenslotte, handhaving kan gebeuren via een verhoogde transparantie, de ontwikkeling van een toegepast wetgevend kader, inclusief de omkering van de bewijslast en controle via testingskeurmerken en audits. Dus in conclusie, het is een complex vraagstuk waarvoor de combinatie van technische, juridische en sociologische kennis en samenwerking tussen verschillende actoren noodzakelijk is. Ik sluit mij ook aan bij rector Pauwels dat niet alles wat technologisch mogelijk is, noodzakelijk sociaal wenselijk is. En we kunnen ons misschien de vraag stellen of er rode lijnen nodig zijn bij het gebruik van artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt. Voilà, ik hoop dat het duidelijk was en ik dank jullie voor jullie aandacht. Dank u wel, Nela. Dat was heel duidelijk en ook weer heel mooi binnen de tijd. Maar je was nog iets sneller dan Guido zelfs. Ik denk dat het een
wedstrijd was om ter snelste te zijn. Nu heb ik gewoon tijd om u extra veel moeilijke vragen te stellen. Zoals hier een eerste vraag. Bedankt. Een eerste vraag. Ja? Ik probeer uit mijn... Zien jullie nog de presentatie? Ja, die zien wij nog. Oké, ik probeer even mijn scherm niet meer te delen. Oké, perfect. Sorry, een vraag die een vraag die we bij de registraties hadden gekregen was: kan AI bijdragen tot verlaging van risico op discriminatie in recrutering? Dit heb ik eigenlijk al deels toegelicht in de presentatie. Dit kan zowel door dat data mining en data matching. Daardoor kunnen er niet alleen discriminatoire processen geïdentificeerd worden, maar kunnen die ook aangepast worden. Vaak zijn we ook niet op de hoogte dat bepaalde technologieën die discriminatoire resultaten hebben. We spreken dan vaak van indirecte discriminatie. En ook positieve discriminatie kan gefaciliteerd worden door het gebruik van AI. Ik sprak ook al eerder over het reduceren van de foutenmarge, maar daarbij moeten we wel echt opletten, zoals ik zei, bij het gebruik van een eerlijk algoritme, want er zijn verschillende studies die aantonen als de data niet voldoende representatief is, dat men juist het foutenmarge gaat verhogen. Dus ja, dit is het antwoord in een notendop. Heel goed. Ik wil wel Zeg maar Guido, jij wil dat mee inpikken. Ja, ik wil wel iets zeggen, want ik denk daar wel iets belangrijks. Hè. Als de data goed zitten of niet goed zitten. En ik kom terug wat ik bij het begin gezegd heb. Als het model slecht is, betekent dat je data slecht zijn. Of dat er iets fout zit in je organisatie. Dus ik zie AI ook als een mogelijkheid om foute dingen te detecteren in je eigen organisatie. We moeten opletten dat we AI niet tot een zondebok maken. Ja. Maar als een opportuniteit zien. Natuurlijk, de keer dat het geautomatiseerd is het, gaat het misschien nog sneller. Daar ga ik mee akkoord. Maar ik denk dat op het moment dat je anomalieën ziet en je zegt van wat doet dat systeem er allemaal, dat is voor mij wel het teken, Nele, dat je verdomd snel een keer naar je eigen organisatie in eigen boezem moet gaan kijken. Hè? Zeker en vast. Ja, dus... Jullie willen hier al in debat gaan, aan het panel beginnen, maar dat mag heel eventjes niet. Ik ben wel heel blij dat jullie zo enthousiast zijn, dus we gaan die vraag direct opnemen. Maar ik had ook nog een vraag uit ons zeer geëngageerd publiek gekregen. Nele, waarin zit voor jou het verschil met traditionele recruteringsprocessen? Spelen daar eigenlijk niet dezelfde vormen van bias in mee? Als de bias die we nu in AI zien. In zekere zin wel. Zoals ik zei, mensen hebben ook stereotypen. En bijvoorbeeld een goed voorbeeld waar artificiële intelligentie discriminatie zelf zou kunnen vermijden, waar de mens het niet doet, is wat we vaak zien bijvoorbeeld bij uitzendkantoren. Als mensen met een bepaalde beperking, zoals bijvoorbeeld auditieve beperking, die zijn doof, solliciteren of in cv willen uploaden, dat er een algemene weigering komt. Nee, we hebben geen functies voor u die jij kan uitoefenen. Maar dat illustreert duidelijk die voordelen en stereotypen van de medewerkers, want het is gewoon niet mogelijk vanuit antidiscriminatiewetgeving dat een volledige database geen enkele vacature zou hebben dat iemand met een auditieve beperking kan uitoefenen. Dus in dat opzicht worden er al zekere stereotypen vermeden en illustreren dat er bij menselijke stereotypen ook zijn. Maar het gevaar bij AI... Die kan stereotypen wegnemen, maar als er een fout zit in het model of in de data, dan is de impact des te groter. En dat is het grote probleem bij het gebruik van artificiële intelligentie. Want dan doet die discriminatie, die stereotypen en vooroordelen zich voor op grote schaal, doordat het vaak ook lang voor het ontdekt wordt en geremedieerd kan worden. Ah, en dan hier nog een kritische vraag van iemand. Nou, ik denk dat die eigenlijk al zo breed is dat die aan het hele panel kan gesteld worden, maar we gaan ze toch eerst aan Nele stellen. Hoe kan je als iemand buiten de organisatie, dus iemand die daar niet deel uitmaakt van de organisatie, weten dat er bias zit in het algoritme achter het selectieproces van een werkgever?
Dat is een zeer goede vraag en dat is heel moeilijk om te weten te komen, zeker op individueel niveau. Als er verschillende mensen zich bijvoorbeeld op social media zouden uitspraken, zou er misschien een vermoeden kunnen ontstaan. Maar dat is ook exact de reden waarom wij pleiten voor data mining en data matching door de inspectie. Die kan direct dan discriminatoire processen en algoritmes ontdekken. Want op individueel niveau is dat quasi onmogelijk om vast te stellen dat er een bias zit in het algoritme. En zoals de problematiek die ik toelichtte bij de black box, zelf bij het gebruik van data mining en data matching weet je niet op basis van hoe de variabelen hebben samengespeeld om tot dat resultaat te komen. Dus het is heel moeilijk om het vast te stellen. En dat zijn die grote bewijsproblemen ook. Ja. Oké, dankjewel Nele. Dan gaan wij over naar ons panel en daarvoor mag ik nog een paar extra mensen uitnodigen. Bedoel ik voorstellen natuurlijk ook en ook uitnodigen om hun camera aan te zetten. Dat geeft toch iets meer het gevoel dat we hier allemaal samen in een ruimte zitten en de coronacrisis buiten eventjes kunnen vergeten. Als eerste extra persoon dat ik hier wil voorstellen is Laurens Nauts. Hij is mee verbonden aan het kenniscentrum en het is zo omdat hij doctoraal onderzoeker is bij het Centrum voor IT en IP-recht. Dat is CITIP van de KU Leuven en zijn doctoraal onderzoek gaat over ethische en juridische aspecten van AI, met meer specifiek daar nagaan hoe rechtvaardigheid, gelijkheid, non-discriminatie en gegevensbescherming allemaal meespelen in algoritmische besluitvoering. Ik denk dat daar veel meer uitleg over kan komen en dat dat nog maar een notendop was van wat daar gebeurt. Verder kan er mogelijk ook nog geantwoord worden door de collega van Guido van Humbeek, dat is Vincent Bukenhout, die dat ook bij VDAB werkt als Data Protection Officer en eigenlijk ook enorm betrokken is bij de ethische aspecten van AI in de VDAB. Om jullie voor te stellen, ga ik niet gewoon nog eens vragen wie jullie zijn. Dat hebben Nele en Guido al voldoende gedaan, maar leek het mij belangrijker om te zeggen welk thema willen jullie zeker als onderdeel van deze datadate bespreken in dit debat nu. En dan stel ik voor dat we beginnen bij onze twee niet gehoorde gasten en dan specifiek beginnen bij Laurens. Dus er werd specifiek gevraagd naar de elementen die we toch binnen dit debat willen bijbrengen die nog niet gehoord zijn. Een van de elementen waar ik op focus binnen mijn doctoraat en die ik vaak ondergerepresenteerd zie in het debat, is dat wanneer we het hebben over het invoeren van eerlijkheidscriteria binnen zelflerende systemen, of wanneer we het hebben over de discriminatie binnen deze processen, we ons vaak richten op onrechtvaardigheden die we al kennen binnen de samenleving. En die zijn uiteraard belangrijk. Maar eens we een systeem inzetten binnen een realiteit, binnen de maatschappij en ook op het niveau van discriminatie, moeten we rekening houden dat er mogelijk nieuwe vormen van discriminatie ingevoerd worden binnen de maatschappij. En dat is inherent aan het werkingsproces van deze systemen. Ze steunen op klassificatie, generalisatie. En door die te gebruiken bij het nemen van beslissingen, gaan er sowieso ongelijkheden worden gecreëerd. En die kunnen overeenstemmen met bijzondere of gevoelige gegevens zoals etniciteit of gender, maar die kunnen ook betrekking hebben op andere eigenschappen van personen, waarbij we het onwenselijk vinden dat deze worden gebruikt in een beslissingsproces. En dat is iets dat ik vind dat nog iets meer aandacht mag krijgen en dat natuurlijk ook wel een uitdaging is om dat te articuleren naar de toekomst. Oké, wauw, ik vind dat een super antwoord al, ook om zo snel tevoorschijn te toveren. Vincent, ben jij ondertussen ook bij ons om te zeggen wat er voor jou belangrijk is om zeker mee te nemen in dit debat? Ik denk dat Guido al een goede stuk gegeven heeft. Ik wil gewoon maar aangeven dat het niet eenvoudig is om te implementeren, zo'n ethical AI-proces. En de volledige culture change moet ook mee.
Dus dat is ook iets die mee moet komen. En nog iets, we krijgen van VDAB dus af en toe, zelfs een beetje te vaak soms zelfs, parlementaire vragen over het gebruik van data. Het enige ding dat ik mag zeggen, kijk, tot nu toe zijn we in staat geweest om te antwoorden op transparantie enzovoort. Maar ik merk eigenlijk dat de mensen moeten goed beseffen dat wij enkel en alleen behandelen de data dat we krijgen en dat we eigenlijk doen met wat we hebben. Dat wil zeggen, dirty data, dirty results soms, snap je? En daarom heeft Guido wel gelijk gehad door te zeggen, kijk, 80% van de tijd is data cleaning en data cleansing. Hè? Maar ja, dus het is geen eenvoudige taak, hè? Pas op. Hè? En inderdaad, ethical AI kan eigenlijk per model ook verschillend zijn. Dus niet de proces, maar de manier waarop wij de resultaten gaan interpreteren. Ja, inderdaad. Laurens, okay. Ik wil wel even reageren op wat jij zegt. Zo'n AI-systeem is nooit af, hè? Voilà. Een AI-systeem telt dat opnieuw, niet elke dag, want dat is niet zinvol, maar misschien een keer per maand, afhankelijk van de volatiliteit van je data, hertraind. Inderdaad. Oké, dat kan dus betekenen dat je er bias inbrengt of er bias uithaalt, maar het normaal een AI-systeem zou ook wel de mat had moeten volgen. Dus ik denk dat we, als we willen vermijden dat er foute dingen gebeuren, dat we eigenlijk onze ethische codes nog meer moeten aan de bron gaan vastleggen. Ja? En zien dat we dat daar de zaken goed verlopen. Een AI-systeem is eigenlijk dom, hè? Het leert gewoon van wat de mens doet. Op dit ogenblik, toch de dingen waar wij mee bezig zijn. Ja, dus, en ik volg je zeker dat er evolutie is in de markt, mm-hmm. En dat is ook zo. Ja. Maar als je regelmatig hertraint met dezelfde aandacht voor ethische effecten en onethische effecten, dat we toch wel proberen om dat risico te minimaliseren. Ik ga nooit zeggen wegwerken. Nee. Maar je hebt er een punt, hè? Wil je daar nog op reageren? Ja, doe maar. Ja, ik kan daar inderdaad even op reageren. Nee, ik denk dat je gelijk hebt door te zeggen dat een AI-systeem en het bouwen ervan nooit af is, in de zin dat het ook moet onderworpen worden aan een periodieke herevaluatie. En wanneer dat wij merken als samenleving dat wij iets onwenselijk achten, dat wij methodes moeten vinden om dat eerst en vooral te detecteren, namelijk is het systeem. Doet het iets dat we niet wensen? En dan hoe gaan we dat corrigeren? Dus in wat dat betreft, ja. Geef ik u wel gelijk. Dat zowel de taak van de computerwetenschapper als de ethicus als de jurist is nooit klaar. Klopt, akkoord. En dan zal ik een eerste algemene vraag stellen. Tenzij Daniëlle nog iets zou zeggen. Ik zie hier soms dingen bewegen. Ja, ik wou enkel vragen aan Guido of ik dat correct had begrepen, dat die ethische richtlijnen pas in de explore-fase worden meegegeven. Nee. Wat mij zou verbazen, dat is als gezien 80% dataverzameling is. Laat ons zo zeggen dat in wat ik zeg is, dat in de experimentele fase moet er bias awareness zijn. Ja? Je moet nadenken van, goh, ga ik hier geen domme dingen doen? Maar daar ga je ook vaak in de experimentfase, ga je misschien ook bias ontdekken, ja, in je model. Het is pas de echte check dat je, zegt van, dit gaat nu tot een product maken, dat je heel streng moet zijn in, zijn we echt zeker dat onze data zo goed mogelijk zijn? Want we hebben gemerkt in het experiment dat er toch wel anomalieën zijn. Ja, dan wordt het echt verplicht eigenlijk om die dingen goed te bekijken en te behandelen. Dus ik zou bijna zeggen, formeel verplicht in de explore en exploit fase, ja, awareness in de experiment fase. In de experimenteerfase ga je vaak ook detecteren, dat hebben we ook al gezien, dat bijvoorbeeld gender geen effect heeft op. Dus al hangt er ook vanaf welk probleem dat je wil oplossen, hè. Gender is niet noodzakelijk een slechte variabele. Het hangt er vanaf, wat is een impact van gender op? En dat doe je ook in de experimenteren. Ik zou daarop willen inpikken, Guido, want dat is een heel goede opmerking die je daar maakt. Genderdiscriminatie of bias is er niet alleen in een model of in de data, die is ook aanwezig in de maatschappij.
Dat is misschien een eerste algemene vraag aan het panel. Wat doen we eigenlijk met discriminatie die dat de maatschappij breed is? Dus die dat buiten het model om al aanwezig is. Is dat een taak die dat de VDAB moet opnemen, nu bijvoorbeeld in dit voorbeeld? Of hoe gaan we daarmee om? Dus, om het anders te recapituleren, is het de verantwoordelijkheid van de VDAB om genderdiscriminatie in het algemeen weg te werken in de recruteringsmarkt? Absoluut. Ja, allee, sowieso. Elke vorm van discriminatie. Absoluut. En als er één ding is waar we nu ook al naar aan het kijken zijn, dat is nog meer naar inclusie. Ja, dat is, want je kan ook omwille van andere dingen gediscrimineerd worden. Ik denk dat het absoluut de opdracht is van VDAB om discriminatie maximaal weg te werken. Ja, okay. En dat staat dat ook. En je kan het ook misschien. En de vraag is: hoe zouden we dat. En het is een goede vraag. Hoe zouden we kunnen bewerkstelligen? Ja, eerst en vooral door het te detecteren, te zien wat eventuele oorzaken zijn en daar dan te gaan op mitigeren. En daar zou AI misschien wel ook een hulpmiddel kunnen zijn om te doen. Ja. Iemand anders van het panel die dat daar nog iets aan wil toevoegen? Ja, ik wil wel even kort reageren. Zeer interessante vraag. En daar straks haalde Guido ook een voorbeeld aan. Dat over vrouwen die een grotere interesse zouden hebben in interimjobs en waardoor dat hun dat, vermoed ik, meer wordt aanbevolen. Maar ik denk dat het belangrijk is daarbij, en dat sluit ook aan bij de vraag van Laurens en die eerlijkheidscriteria, is dat vanuit een intrinsieke motivatie dat vrouwen eerder interimjobs worden, of is dat uit confrontatie met de realiteit van de arbeidsmarkt, waarbij ze hebben... vastgesteld hebben dat ze meer kans hebben om geselecteerd te worden voor interim jobs, dat ze daarvoor meer interesse in hebben. Dus dat eigenlijk een gevolg is van structurele en onderliggende mechanismen. En, klopt. Ja, dat is een feit. En dat vinden wij wel een moeilijke, want daar het argument van efficiëntieoverwegingen en beantwoorden aan de realiteit van de arbeidsmarkt is onvoldoende voor ons, want die bestaande ongelijkheden waar ik het al eerder had over heb gehad, worden zo bestendigd en het legt ook de verantwoordelijkheid op het individu en in plaats van op structurele ongelijkheidsmechanismen die er al zijn op de arbeidsmarkt, in plaats van die weg te werken. Dus in opzicht vind ik het een super interessante vraag die we ons stellen, van is het de verantwoordelijkheid van de VDAB? Want wat mij betreft, is wat kan en wat niet kan, blijft dat vaak ook een politieke beslissing waarbij de rechten van het individu worden afgewogen ten opzichte van efficiëntieoverwegingen. Ja, je komt nu wel op een terrein dat niet echt het mijne is. Ik ben maar een IT'er, hè. Maar dat zijn wel bedenkingen die wij ook maken, hè. Ik moet daar eerlijk in zijn. Nu is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van VDAB om dat weg te werken? Nee. Moeten wij daaraan meewerken? Ja. Ik denk dat de verantwoordelijkheid is van een ganse maatschappij en van politiek. Vandaar ook dat ik zei van, als wij, kijk, wij kunnen dat corrigeren, wat u daarnet zei van, ja, wij merken, wij zien, ja, dat dames meer geïnteresseerd zijn, meer klikken op, meer selecteren, meer... vacatures selecteren van interim jobs. Dat zien we gewoon. Dat is een feit. Ja? Dat is iets, hoe dat komt, dat is een ander ding. Ja? Is dat omdat ze, weet ik veel, alleen taak voor de kinderen moeten zorgen? Is het omdat ze meer geïnteresseerd zijn? Weet ik veel. De onderliggende oorzaak, die weten wij niet. Gaan we die kunnen detecteren? Wel, dan komen we op een gevaarlijk terrein. Hè? Ik kan dat detecteren als ik heel veel informatie heb van die mensen. Maar dan kom ik op het terrein van GDPR. En welke gegevens mag ik als VDAB gebruiken om die... Ja, dus alleen, dat is zelfs vandaag een discussiepunt bij ons. Het Vlaamse regeerakkoord zegt dat we de burger maximaal moeten gaan begeleiden in zijn loopbaan. Maar als ik niet weet wat dat jij gestudeerd hebt, wat dat jij doet, welke fase je doorlopen hebt, welke beroepen je gehad hebt, ik vind dat gevaarlijk allemaal, hè? Persoonlijk, hè? Als burger. Niet als VDAB. Als burger vind ik het gevaarlijk. Ja, mag dat? Dan kom je in die discussie, hè? Je kan maar zoveel diensten aanbieden.
ja, als je ziet mij nu niet, maar als ik tegen u zou zeggen van Guido, als ik aan u zou vragen van, zeg, wat zou je mij aanraden? Maar je ziet mij niet, hè? Dus dan ga je vragen stellen aan mij die ik niet wil zeggen. Ja, ik ben te dik. Maar dat zie je niet, hè? Allee, ik begrijp wat ik bedoel. Dus al dat soort van discussies zijn zeer waardevol, maar dan kom je heel snel op een trein van hoe ver mag ik gaan? Ook als overheid. Wat mag de overheid weten van jou? En wat mag ik gebruiken van jou? Ja. Ja, en er is nog zo'n vraag gesteld door iemand die aan het meeluisteren is. Kan ze direct toepassen op jouw voorbeeld? Mogen we die vrouwen die dat dan eerder interimjobs kiezen? Mag de VDAB die dan gaan stimuleren om andere jobs te gaan kiezen? Dus niet interimjobs. Waarmee dat de vraag gesteld werd, mag je eigenlijk gewenst gedrag bij mensen gaan stimuleren via AI? Of is dat maar Rob, dat is de hele debat dat we soms hebben. Hè. Je moet weten wat je model... Ik spreek hier recht over de AI-modellen. Dus als AI lead heb ik eigenlijk een paar dingen gemerkt, maar die debat bestaat inderdaad bij ons van, moeten wij het model aanpassen of moeten wij de markt laten evolueren op basis van de conclusies die door het model getrokken worden, snap je? Mm-hmm. En dat is het hele verhaal. Ja. En dat zijn beleidsmatige beslissingen. Voilà. Dat moet via benen beslissen, dat is beleid. Wat wil het beleid? Wat wil de maatschappij? Ja, ik vind dat klopt. Maar ja, het probleem is, jullie vinden een oplossing uit voor een bestaand probleem. En eigenlijk door die oplossing mee te formuleren, en dat komt eigenlijk terug op het element dat Laurens wou toevoegen, per nieuw stuk technologie dat we uitvinden, openen we eigenlijk ook vaak een nieuwe uitdaging. Hè? En die uitdaging bij jullie is het ontdekken van nieuwe patronen, waar we als maatschappij eigenlijk al van kunnen zeggen, met ons buikgevoel, we vinden die niet helemaal wenselijk, maar wat moeten we daarmee doen? Als het model de realiteit spiegelt, dan is het een goed model. Snap je? Als je dat realistisch bekijkt, snap je? Mag een model dan aangepast worden om de markt te beïnvloeden? Zoals Guido zei, dat is het heel beleid ding die dat moet beslissen, snap je? Ja. Maar we zijn hier om daarover te beslissen. Voilà. Wij geven door conclusies en het is daarom die ethical board is ook gemaakt. Zeggen, kijk, dat zijn de ethische punten dat wij willen aankaarten, zoals gender, maar ook andere dingen, hè, zoals deze, van moeten wij dit model gaan laten evolueren? Okay. Mogen we deze data gebruiken? Wat is de impact van die data? Dat zijn beleidsbeslissingen. Ja? Dat heeft weinig te maken met AI aan zich. AI legt een aantal dingen bloot. En dan moet je daar dan beginnen de afwegingen, hè, die geen enkel AI-systeem kan oplossen. En ik kan je verzekeren, als je kijkt, we hebben ook nog een ander matching-systeem. Dat is gebaseerd op regels die mensen bedacht hebben. Ja. Ik durf te beweren dat daar ook wel een aantal bias-achtige toestanden in zitten, hoor. Klopt, zeker. Ja. Ik ga eens even kijken in mijn andere vragen, één die dat hier zeker bij past, die ik dan aan Laurens in deze plaats kan richten. Ik denk zeker ook aan Nele, maar ik vraag eerst aan Laurens is, hoe zien jullie AI en ethiek eigenlijk als werkvlak evolueren de komende jaren? Kan je daar een paar voorspellingen doen, Laurens? Binnen de specifieke problematiek waar we het nu over hebben, denk ik dat we kunnen kijken enerzijds op korte termijn en anderzijds op lange termijn. Ik denk op korte termijn zien we nu een belangrijk veld ontstaan over eerlijke zelflerende systemen. En daarin hebben zowel ethici als juristen een belangrijke rol te spelen om samen met computerwetenschappers in dialoog te gaan over wat zijn nu verschillende manieren om met gelijkheid, met eerlijkheid om te gaan. En kunnen we dit implementeren via het design? Anderzijds, en ik denk dat de discussie vandaag, of van enkele seconden geleden, dat ook illustreert, dat er automatisch vragen reizen waarbinnen zowel design als de jurist momenteel nog geen pasklaar antwoord heeft. En dan moeten we gaan naar een soort interdisciplinaire denkoefening over hoe daar nu exact mee om te gaan. En het is goed dat dit soort opportuniteiten zijn, omdat we nu ook weten,
Dit is een probleem waar we ook een pasklaar antwoord op hebben. Er is ook niet zoiets als één ethiek dat we kunnen toepassen op het probleem. Maar laat ons dan in dialoog gaan. En ik denk dat op lange termijn dat vooral belangrijk zal worden. Oké. Okay. Dus het is niet alleen, we kunnen niet alleen anticiperen, omdat er niet één groot ethisch systeem is om alles op te lossen. Jij zegt dat we ook ad hoc eigenlijk moeten blijven kijken met de vinger aan de pols naar de ontwikkelingen die zich in die nieuwe technologieën voordoen. Ik denk dat we zeker al op lange termijn mogen en kunnen denken, ook meer generaal. En daarnaast ook ad hoc dat beide vormen van denken moeten blijven bestaan parallel naast elkaar. Nele, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Ik wou eigenlijk op de vorige vraag nog reageren. Ja, ik weet niet of dat iets gepast is. Ik wou eigenlijk, Hilde Gert van Hoven, zie ik dat exact zegt wat ik wou zeggen. Ik reageer hierbij denk ik op Vincent, die zei, als een model de realiteit weerspiegelt, is het een goed model. Ik weet niet of dat uit context is om dat zo te interpreteren, maar dat is exact het gevaar waarop wij proberen te wijzen. Van als we momenteel met een ongelijkheid zitten, dan bestendigt zo'n model die ongelijkheid en gaat die potentieel nog vergroten. Dus is het juist de uitdaging om daar een mouw aan te passen? En ik denk niet dat we noodzakelijk zo ver moeten gaan als de marktwerking bij te sturen of aan te passen of mensen hun gedrag te sturen. Maar om terug te keren op het voorbeeld van de vrouw met de interim job, kan daar zowel interim jobs als andere jobs aan bevolen worden en niet uitsluitend interim jobs, ook al zouden die volgens het algoritme beter beantwoorden aan de realiteit. Ik wil daar toch ook wel even op reageren, want er wordt nog een korte uitspraak gedaan. Als we discriminatie zien, dan wordt die weggewerkt. Ja, alles zou blijken. Ja, het is niet zo dat vrouwen uitsluitend interim jobs krijgen. We zien dat vrouwen iets meer interim jobs aangeboden krijgen dan mannen. Mannen krijgen ook interim jobs aangeboden. Er zit nog een zeker verschil op. Dus dat verschil, dat willen we wegwerken. Ja, dat zijn we aan het wegwerken. Kunnen we wegwerken, maar dat is een beslissing, dat is een beleidsbeslissing. Ja? En als we zeggen van, kijk, nee, dat moet weggewerkt worden, prima. Dan kan dat. En weet je, dan kan dat, want dan gaan het is nooit op bewerkstelling. Nooit. Als dat gemerkt wordt, wordt daarop ingegrepen. Maar nogmaals, het systeem is zo slim als de mensen die het initieel gedaan hebben. Ze zegt ook dat een deel van de uitdaging zeker niet bij het model zit. Hè. Dat is een thema dat al een paar keer is teruggekeerd. Iemand anders had bij de registratie gevraagd, wat zijn dan de rollen voor opleidingen, het onderzoeksprogramma, regulatoren, om die uitdagingen aan te pakken die dat zich duidelijk niet alleen in het model bevinden, maar in onze maatschappij bevinden en het raakvlak met AI. Dus wat zouden jullie eigenlijk aanraden om soort problemen of uitdagingen verder aan te pakken in opleidingen, onderzoeksprogramma's en bij regulatoren? Of één van die drie, waar je maar het liefst op antwoordt. Ik kijk in de richting van Laurens. Ik denk dat jullie daar onderzoek rond doen. Ik ben een vragende partij om, laat ons zeggen, een aantal, ik weet niet of het kan, hè? Want nu zitten we aan, nu zijn we aan het filosoferen, of een aantal vaste normen en waarden zijn waar je dat kunt op testen, maar die zijn ook tijdsafhankelijk, hè? Dus, allee, ik ga akkoord om te opletten dat de vrijheid, blijheid is echt uit een boze. Ja? Awareness en checks en alles doen wat je kunt om het te vermijden, is absoluut noodzakelijk. Legale omkadering is absoluut noodzakelijk, maar die is er nog niet. Ja? En dan is mijn vraag van, ik kijk echt in richting ook van Unia en van Laurens van, wat zijn de dingen die jullie zouden kunnen aanreiken aan iedereen, niet alleen VDAB, want wij zijn maar een voorbeeld. Ja? We zijn recruteringsbedrijven die er ook mee bezig zijn. Wat zijn volgens mij part zelfs de beperkingen, de aandachtspunten die jullie zouden naar voren brengen? Want die moeten ze zelf allemaal uitvinden. Ja, dus dat verwacht ik dus wel. En ja, misschien moet daar onderzoek mee naar gebeuren. Ik weet het niet, maar allee, help ons. En een model lost niet alles op, hè.
Ja, ik hoor uw vraag en ik denk dat UNIA zeker bereid is om daar samen over na te denken. En zoals Laurens al zei, dat interdisciplinaire is ook heel belangrijk. We hebben in het verleden al samengewerkt met jullie om potentiële discriminatoire trefwoorden in vacatures op te sporen en daarvoor een lijst gemaakt. Dus dergelijke praktische input kunnen wij jullie zeker bezorgen, maar er is geen pasklaar antwoord bij het gebruik van artificiële intelligentie, dus wij kunnen ook niet een stappenplan uitrollen dat waterdicht is. En wij hebben geen mensen met technische achtergrond of voldoende technische achtergrond en begrip van die algoritmes binnen UNIA die daarop werken. Dus voor ons is het heel moeilijk om voldoende antwoord voor jullie te bieden. Maar wat we wel kunnen doen, is helpen met de bewustwording van wat de potentiële effecten zijn van bepaalde data in te voeren. Maar vooral ook, waar we het nog niet over gehad hebben, we hebben wel gesproken over die variabelen en proxyvariabelen, maar we hebben het nog niet gehad over de gevolgen die daaraan worden gekoppeld. En dat is ook even belangrijk om daar rekening mee te houden. En soms misschien bepaalde gevolgen weg te laten en eens na te gaan wat dan de resultaten zijn die jullie verkrijgen. Klopt. Ja, dat vind ik een goede opmerking, Neder, dat je ziet van wat zijn de gevolgen van een aanbeveling of zo. En dat je daar ook van daaruit vertrekt. Ja. Oké. Een andere vraag die we ons dan kunnen stellen. Ja. Was een opmerking van Nelen eigenlijk, die dat in haar presentatie al duidelijk aangaf, dat er geen duidelijke latten zijn. Hè? Dus waar ligt de grens om iets aanvaardbaar te noemen in termen van accuraatheid of dat de data wel representatief genoeg is? Dus daar was mijn vraag aan het panel. Wie zou deze maatstaf, accuraatheid, representativiteit moeten vastleggen volgens jullie? Of wie moet daar de eerste stappen zetten? Een moeilijke. Ik heb precies een heel lastige vraag gesteld. Sorry. Ja, omdat je vertrekt altijd van de data die je hebt, die je mag gebruiken, niet van de data die je graag zou gebruiken. Dat is één. En je moet er bewust van zijn dat je geen dingen gaat proberen te realiseren zonder dat je daarvoor de nodige data hebt. Dat vind ik ook een belangrijke. Ja. Om het op flessen te trekken, ik ga geen beleggingsadvies doen op basis van de gegevens van WDAB. Ja. Dus je moet ook goed nadenken over de purpose. Ja. Zoals ik bij het begin ook gezegd heb, wat is de purpose? Wat wil je bereiken? Heb je de data waarvan je denkt dat je die nodig hebt om die purpose te bereiken? Dus goed over nadenken, ja. Ja, heel goed over nadenken, maar dat zit eigenlijk ook de deur op, open om te stellen dat en niet zoiets zal komen als een maatstaf, want die is heel vraagspecifiek. Hè? Voor iedere toepassing zal er gezocht moeten worden naar een nieuwe standaard of een standaard die dat daarbij past. Zoals gezegd, ik zou ook de VDAB-data niet gebruiken om een inschatting van de huizenmarkt nu te willen maken, want daar is de data niet geschikt voor. Nee, alleen. Zijn jullie daarmee akkoord? Ja, ik ben het daarmee akkoord, maar wat ik me afvraag, is dat geen rol die voor jullie kan weggelegd zijn om na te beginnen denken over wat die standaarden zouden moeten zijn? Ja, dat is heel mooi. We hebben dan heel veel werken. Ja. Nee, dat is zeker een rol voor het kenniscentrum om te gaan zoeken. Hè. Maar je voelt zelf al wel, als deel van dit debat of van dit panel, dat elke keer redelijk ad hoc zal moeten gebeuren. Hè. Omdat het een stuk wachten is op wat er juist gaande is. En dan moet er als eerste genoeg transparantie zijn om te weten welke AI-toepassingen er nu zijn. Omdat je pas van daaruit kan beginnen denken aan de mogelijke gevolgen. En dan, zoals Laurens al zei, kunnen we nog steeds niet alle gevolgen op tijd inschatten. Omdat een deel van de impacten van AI als nieuwe technologie pas duidelijk zullen worden wanneer ze volledig in de maatschappij worden losgelaten, als het ware. Ik denk dat het pas gevaarlijk wordt als systemen beslissingen gaan nemen. Ja. Dan wordt het echt gevaarlijk. Ja. Even terugkerende op die vraag. En
Ik denk dat de eerste overweging zou moeten zijn wanneer we denken over AI en de implementatie ervan in de samenleving, of dat die systemen daadwerkelijk effectief zijn voor het doel waarvan wordt beweerd dat ze zullen bereiken. Ja. Indien wordt gezegd, ja, die zijn effectief om dat doel te bereiken, dan moet er gekeken worden, is de data voorhanden die ons mogelijk maakt om dat doel te bereiken op een manier waarbij iedereen die betrokken is in dit proces enigszins met gelijk respect zal worden behandeld. En representativiteit in data is een van die aspecten die je in die oefening kan meenemen. Hè. Wanneer een bepaalde groepering binnen de bevolking ondergerepresenteerd is, dan kun je even goed zeggen, zij worden eigenlijk niet gelijk meegenomen in dit debat en ze worden met minder respect behandeld in principe in gans dit algoritmische proces. En die verantwoordelijkheid ligt bij degene die op dat ogenblik heeft beslist, we willen een dergelijk systeem implementeren. En dan kun je ook natuurlijk achteraf zeggen, wanneer er fouten uit een systeem komen, dat er moet gekeken worden naar een meer maatschappelijk debat. Hoe komt het dat die gegevens onderrepresentatief zijn? Wat ligt daar aan de oorzaak van? Waarom kiezen bepaalde mensen voor keuzes? En is dit ten eerste relevant voor de beslissing die we maken? En dan ten tweede, is het wenselijk dat we hier als maatschappij tegen optreden? En zo kunnen de vragen blijven komen, maar ik denk dat die eerste vraag even zeer belangrijk is, namelijk, is er een effectiviteit en is die aantoonbaar? Vanuit het publiek wordt er ook meegegeven om die vraag mee te kunnen beantwoorden, dat het heel belangrijk blijft om een divers team te hebben dat die vraag mee kan gaan evalueren en zien of dat de wenselijkheid van die toepassingen inderdaad aantoonbaar is. Dat lijkt mij een heel praktische, en die kwam ook terug, denk ik, in de presentatie van Guido, van een divers team op te stellen en mee te nemen bij die innovaties, om zo op de eerste plaats al eens de vinger aan de pols te hebben. Ik krijg nog een vraag die bij representativiteit aansluit. Hoe gaan zo'n systemen om met nieuwe data, zoals bijvoorbeeld diploma's die dan nieuw zijn op de arbeidsmarkt, of een nieuwe opleiding zoals zorglogistiek, wordt hier als voorbeeld gegeven. Ja. Hoe gaat jullie systeem daar nu mee om? Om te beginnen, dat is een heel directe vraag trouwens, hè? Want tot nu toe, en je merkt dat ook, je hebt er twee standaarden rond competenties, ja, dat is ESCO en Ostrome 3, maar het klopt, die lopen wat achter. Dus wat je vandaag ziet, en daar zijn we dus ook mee bezig, is dat je meer naar skills gaat kijken. En skill, dat zijn eigenlijk ja, kortere zinnen en woorden die dus de nieuwe realiteit beschrijven, en die kan je dus ook wel uit de context gaan halen. Dus door het inzetten van skills, als er dan nieuwe skills ontstaan, dan neem je die mee in je modellen. En op die manier ga je toch wel proberen, om die evolutie van de markt te volgen. Als je het enkel doet, vertrekt van de standaard zoals Rome 3 en ESCO, die dat ons zeggen altijd toch wel 6 maanden tot een jaar achterlopen, ja, dan ga je wel een aantal opportuniteiten missen. Dus hoe los je dat op? Daar zijn we mee bezig. Dat is door meer te gaan kijken naar een grotere granulariteit van wat zijn de skills, ja, wat zijn de competenties in de zin, hè. Deze persoon kan dat doen, ja. Maar een skill kan zijn, weet ik veel, programmeren in Python, bijna een tier, hè. Maar die nieuwe terminologie detecteert die en dan zie je dus die naar boven komen, zowel in vacatures als in cv's. Dat ik gedaan. En wel dan. Dat wordt dan bijna automatisch meegenomen. Natuurlijk, dat vraagt dus wel ook wel een constante bijsturing van die skillclass. Die skillclass is ook iets wat vrij hot is. Er zijn heel veel bedrijven daarmee bezig met skillclass, skill-evolutie. Maar dat moet je effectief meenemen, dat is een zeer terechte vraag. Een vraag die daar bij mij direct bij oprijst is, hoe doen mensen dit op dit moment eigenlijk, van constant die markt mee op te volgen? Hè? Want we vragen het nu aan een AI-systeem, maar dit is eigenlijk een oud probleem, denk ik dan, van jullie sector. Hoe werd dat daarvoor opgevolgd? Ja, dat is aan onze studie die daar werk van maakt. Daar ben ik niet echt zij zien ook van welke woorden meer en meer voorkomen en dergelijke. Hè? Hier gaat het echt over van het gebruik van AI. Nu, de markt evolueert, maar ook niet overnight. Hè? Dat is iets wat geleidelijk aankomt.
maar het is effectief een aandachtspunt. Nu, we moeten opletten dat we niet het proces van AI maken. Hè? AI is een middel. Ja? En je moet zien, als je dat gebruikt, dat je dat goed gebruikt. Ja, dat bewust gebruikt. Ja? Dat je alles in de werk stelt om ongewenste neveneffecten, ja, om die te hebben. Ik denk dat het nog altijd even belangrijk is om na te denken hoe we het menselijk zouden doen. Hè? Ja, en dat we daar altijd vertrekken. De vraag die het daar inderdaad bij aansluit. Bij de rest van het panel is het stil, dus dan ga ik rustig naar nog een volgende vraag die ik zelf moeilijk vond om te beantwoorden, maar die wel bij onze registraties zet. Namelijk, welke mechanismes kunnen we opzetten om de vele inspanningen die we doen bij het Vlaamse AI-onderzoeksinitiatief optimaal te gaan inzetten voor uitdagingen op de arbeidsmarkt? En in plaats van die zelf te beantwoorden, heb ik daar eigenlijk gewoon iemand van het onderzoeksinitiatief voor uitgenodigd, die daar hopelijk mee een antwoord op kan geven. Tijl? En natuurlijk denk ik dat Guido daar ook een stuk antwoord op kan geven. Horen jullie mij? Ja. Echt Tijl. Oké, dankjewel om mij het woord te geven daarover. Ik representeer het werkpakket binnen het Interuniversitair Vlaams AI-onderzoeksinitiatief, dat inderdaad onderzoek doet rond recrutering en arbeidsmarkt. In die context hebben we een heel nauw contact, een heel nauwe samenwerking met VDAB, dat we op dit moment aan het uitwerken zijn. Ik denk dat dat ook aantoont dat VDAB echt wel een lange termijn perspectief, en naast het korte en middellange termijn perspectief, ook een lange termijn perspectief aanhoudt rond AI in deze sector. En de nadruk binnen dit werkpakket ligt heel hard op fairness by design, transparency by design, naast natuurlijk benefit, utility, accuracy en dat soort zaken. Dus dat is denk ik heel cruciaal, dat we eigenlijk zorgen dat de AI-technieken die we ontwikkelen voor de toekomst, dat dat geen bijgedachte meer is van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die ook nog fair zijn, dat die transparant zijn, maar dat die dat zijn van bij het begin als een ontwerpcriterium. Dus dat is waar we heel hard op gaan inzetten in de komende jaren. En ik denk dat de samenwerking met VDAB die aan het ontstaan is, die al heel vlot aan het lopen is, zou ik zeggen, dat die daar heel sterk bij gaat bijdragen. Daarnaast wil ik misschien mag ik ook een kanttekening maken op die discussie die op dit moment al gevoerd geweest is. Dus wat ik graag wil benadrukken, is dat het papier waarop wetteksten gedrukt wordt, dat dat heel gewillig is. En met computercode is dat niet het geval. En ik denk dat dat een voordeel is van AI, dan te weinig wordt benadrukt. De zwarte black boxes, dat zijn menselijke beslissingsmakers. Zelfs een heel complex AI-algoritme is in principe nog te auditen, is in principe te begrijpen voor een gekwalificeerde expert. Voor een mens die een beslissing neemt, die discrimineert, die kan daar soms een draai aan geven en toch een uitleg aan geven die aannemelijk is. En ik denk dat dat een heel belangrijk voordeel is. Het wordt soms als een nadeel aanzien, maar ik denk dat dat een misconceptie is. De reden dat het soms als een nadeel wordt aanzien, is omdat het ons ook ertoe dwingt om heel hard te gaan nadenken van wat zijn nu juist de criteria. Er was een vraag over eerder. Wat zijn nu juist de criteria? Wanneer is iets goed genoeg? Wanneer is iets fair genoeg? Hoe zit dat juist inderdaad met die fairness versus equality? Dat zijn criteria die kunnen geformaliseerd worden. Daar zijn onderzoekers mee bezig om zo'n zaken te proberen formaliseren, mathematisch. Dat is helemaal niet triviaal. En natuurlijk, zoiets kan niet alleen overgelaten worden aan AI-onderzoekers. Daar moet een debat rond gevoerd worden. En dat debat moet heel sterk worden geïnformeerd. En dat moet een publiek debat zijn. Want uiteindelijk, de beslissing van of we fairness op die of die andere manier gaan formaliseren, is een beslissing die impact heeft. Ik vind dat wel nuttig dat we die kunnen voeren nu. Nu kunnen we die voor het eerst eigenlijk voeren, of nu worden we voor het eerst echt gedwongen om die te voeren, omdat we het nu moeten gaan implementeren in computercode. Tot nog toe werd dat overgelaten aan wetteksten die in zekere zin vaag blijven, die dan uiteindelijk aan de interpretatie van rechters worden overgelaten. Dus ik denk dat dit een kans is die we absoluut moeten grijpen, eerder dan dat we dat moeten aanzien als een bedreiging. En ik denk dat dat een belangrijk element is om mee te nemen in het debat. Dank u wel, Tijl. Ik ben benieuwd wat mijn andere panelisten hiervan vinden. Oh, dat is wel veel natuurlijk. Ja. De vraag die ik wel al had voor Laurens was, vanuit uw ervaring,
Wat zijn zo goede tips of manieren om ingenieurs en mensen dat dan bezig zijn met het maken van AI-systemen, die normen en waarden eigenlijk van in het begin te laten meenemen, dat proactieve? Heb je daar een paar dingen waarvan je weet, kijk, deze werken, of dit zijn valkuilen, veel mensen verwachten dat dit gaat werken, maar het werkt juist niet. Wel, ik wil nu niet meteen de tegenspreken, maar ik heb wel mijn bedenkingen bij het louter aanzien van eerlijkheid of gelijkheid als begrippen die geformaliseerd en gemathematiseerd kunnen worden. Mijn reflex zal altijd zijn om computerwetenschappers daarbij te informeren. Te zeggen van, kijk, dit is een manier waarop dat je die problemen kunt gaan benaderen. Maar al rekening mee dat concepten zoals eerlijkheid, zoals gelijkheid, niet formeel logisch kunnen gestructureerd worden telkens. Daarbij moet je moet het meer ruimer kunnen inkaderen en beseffen dat die formalisering maar een deel van het probleem kan oplossen en dat je altijd iets meer ruimer gaat moeten nadenken over het probleem en hoe het aan te kaarten. En dat daarbij ook de louter mathematische constructie soms averechtse gevolgen kan hebben. Er zijn ook studies op computerwetenschappelijk vlak dat bepaalde eerlijkheidscriteria niet met elkaar compatibel zijn. Dus daarin moet je dan ook wel keuzes maken. En misschien moet die keuze dan gemaakt worden, maar het is toch niet een keuze die we sowieso moeten overlaten aan de industrie, maar dat er ook ergens het is ook een politieke keuze. En dan ook weer op die tijd, wanneer je iets mathematisch gaat implementeren zonder een periodieke evaluatie, moet je natuurlijk begrijpen dat een formalisatie voor gelijkheid op een bepaald vlak zal leiden naar een verschuiving van een ongelijkheid naar een ander niveau. Hey, als je gelijkheid tussen man en vrouw gelijk trekt, wat in sommige gevallen moet gebeuren, dan gaat dat een verschuiving hebben op een ander gebied. En dat zijn kleine sociale verschuivingen die plaatsvinden binnen die algoritmische systemen, waar dat ook moet over nagedacht worden en die misschien soms te zeer wordt overzien wanneer dat we het louter hebben over de formalisering ervan. Mag je daar kort op antwoorden? Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk dat het eigenlijk exclusief een politieke keuze is. Het is in elk geval geen keuze van computerwetenschappers of onderzoekers in artificiële intelligentie om te maken. Het is een politieke keuze, een maatschappelijke keuze die we moeten maken. En de taak van de onderzoekers in artificiële intelligentie is te zorgen dat welke keuze er ook gemaakt wordt, dat die kan geïmplementeerd worden op een efficiënte en veilige manier in algoritmes. En het is daar rond dat het onderzoek gaat, dat door verschillende universitaire partners wordt gevoerd in deze context. De keuzes worden niet door ons gemaakt. Wij zorgen enkel voor de mechanismes om die te kunnen implementeren. Maar zoals je daar juist aanhaalde, verschillende formaliseringen van eerlijkheid, die zijn met elkaar niet eens verenigbaar. Dus als je eerlijk bent op één manier, dan ben je niet eerlijk op een andere manier. Dat is iets dat eigenlijk wel uitlegbaar is aan een vrij breed publiek, denk ik. En ik denk dat debat tot nu toe eigenlijk niet gevoerd geweest is, omdat deze keuze zich nooit zo scherp heeft gesteld. En ik denk dat die keuze dan telkens werd gemaakt ad hoc, eventueel in rechtszaken, door individuen die beslissingen nemen. En ik denk dat we nu daar iets harder over gaan moeten nadenken. En ik denk dat alleen maar een voordeel kan zijn. Daarnaast ben ik het ermee eens, en dat is natuurlijk... Er moet kunnen afgeweken worden van formalisering in bepaalde gevallen. En typisch gaan die dan leiden tot een betere formalisering. Dus dat moet incrementeel herzien worden vanzelfsprekend. Het is niet zo dat we ooit gaan een keuze maken en ons daarbij houden dan. Dit moet continu geëvalueerd en verbeterd worden, ongetwijfeld. Oké. Ik ga je stilaan moeten afronden, maar ik zie dat Nele nog iets wilt zeggen. Dus ik ga dat helemaal laten gebeuren. Ga je gang, Nele. Heel erg kort. Ik wou gewoon zeggen, bedanken voor dit idee te delen. Ik vind het een heel interessante invalshoek, waar ik zelf nog niet zo diep heb bij stilgestaan, maar waar ik absoluut mee akkoord kan gaan, is dat we daar meer een publiek debat moeten voeren over het gebruik van artificiële intelligentie en dat het hoe de algoritmes worden ingezet, dat de facto een politieke keuze blijft, dus dat daar zeker een publiek debat over moet zijn en dat daarnaast inderdaad
dat het goed is dat we harder moeten nadenken inderdaad over die concepties als eerlijkheid, oneerlijkheid, wanneer is er sprake van discriminatie, daar ga ik helemaal mee akkoord. Dus voilà. Oké, dan ga ik, tenzij dat er nog iemand anders iets pertinent heeft om op te merken, een soort van algemene conclusie geven en wat dan onze volgende stappen zijn. Is er nog iemand van het panel die daar nog iets wilt zeggen? Nee? Oké, dan ga ik... Super. Oh ja, ik wil dan concluderen. Wat heb ik dan vandaag allemaal gezien, is dat er de aanpak van de VDAB, die daar vooral gesteund is door pragmatiek en dan de combinatie van een intern debat op zijn minst al, via bijvoorbeeld een ethical board en via een divers team, al eerste stappen zijn om dat debat te voeren. En dat lijkt me een hele belangrijke. Een tweede ding, en dat is hier ook zeker aan bod gekomen, is dat we nog veel gaan moeten werken aan een soort van gemeenschappelijke taal, denk ik, waarin dat de verschillende disciplines, namelijk computerwetenschappers, ethici, rechtsgeleerden en dan de brede maatschappij elkaar kunnen ontmoeten om een paar van die latten te leggen. En dat is dan een heel concrete to-do voor ons als kenniscentrum, een paar maatstaven of grenzen gaan geven van wat is representativiteit of wanneer vinden we bepaalde stereotypen onaanvaardbaar om mee te nemen in een model. En als we die dan opmerken, die patronen, hoe gaan we die dan in onze maatschappij proberen te verminderen? Terwijl het dan niet altijd een taak van AI zelf is. Hoe gaan we daar nu concreet mee aan de slag? Wij sturen jullie nog een rapport of een weergave van dit debat, zodat jullie dit allemaal nog eens kunnen nalezen. En als er nog vragen zijn over dit thema, dan weten jullie ons te vinden ondertussen. Ik hoop via de nieuwsbrief of via ons e-mailadres of via de website zijn we altijd bereikbaar om eventueel verder te werken op dit thema met eender wie dat hierin geïnteresseerd is. En dan wil ik jullie allemaal nog eens bedanken, zeker ook de panelisten, om deel te nemen aan dit online debat. Het was voor mij een eerste keer ook om het te modereren. Misschien voor jullie ook een eerste keer om het via deze weg te doen. Ik vind dat jullie dat uitstekend hebben gedaan. Ik wil ook zeker het publiek nog eens bedanken. De vragen die dat gesteld werden, hebben zeker bijgedragen tot de kwaliteit van dit online panel. Dus bedankt en hopelijk tot op de volgende Data Date.